allemaal, ik heb weer een nieuw filmpje voor jullie en vandaag ga ik de Perfect Palette Tag doen. En in deze tag ga ik 8 vragen beantwoorden die onder andere gaan over de meest gebruikte, meest gevarieerde en beste uiterlijk van paletten. Dus ja, laten we maar beginnen. Dus ik ga beginnen met de eerste vraag en dat is de het beste uiterlijk, dus de best packaging. En voor mij is dat... Dit paletje van Catrice vind ik voornamelijk heel mooi, omdat het driedimensionaal is. En er dus op de bovenkant nog een hele mooie versiering zit. Dan het tweede palet wat ik erg mooi vind. Dat is het Naked 3 palet van Urban Decay. Dit is een replica, maar het ziet er precies hetzelfde uit als het echte palet. En ik vind de gouden letters erop heel mooi. En de... ja, rosé, rozige kleur van het palet zelf vind ik ook erg mooi. En ja, er zit gewoon een heel mooi relief in. Dan de tweede vraag eigenlijk. Het palet met de beste color payoff. Het palet met de meest gekleurde kleuren erin. En dat is voor mij een paletje van MAC. In dit paletje zitten ontzettend veel verschillende kleuren. En daarnaast zijn de kleuren nog enorm gepigmenteerd. En ja, ze liggen wel een beetje naast elkaar, de kleuren. En als je dan in één kleur een ooglook wil maken, dan vind ik dat wel erg handig en prettig. Dan nummer 3. Het palet met de meeste variatie. Dus met de meest gevarieerde, ja, met de meeste kleuren erin, zeg maar. Of de meest gevarieerde kleuren erin. Dat is voor mij een palet van Elizabeth Arden. Het palet heeft niet echt een naam. En ja, zat eerst in zo'n set wat je kon kopen. Ja, er zitten gewoon enorm veel verschillende kleuren in. Van donker naar licht. Van donker tot lichte kleuren. Ja, gewoon heel veel verschillende kleuren waar je een leuke ooglook mee kunt maken. Dan vraag 4. En dat is het best traveling palette. Dus het beste palet om mee te nemen op, ja, om mee te reizen. Dus op vakantie of zo. En dat is voor mij toch wel het... En dat is voor mij toch wel het palet van Elf, dus Eyes, Lips, Face. En dat is het Get the Look Beauty Beach boek. En in dit palet zitten gewoon ontzettend veel kleuren. Er zitten lipglossjes bij, er zit een bronzer bij, er zit een blush bij, een spiegeltje in. Dus eigenlijk gewoon alles wat je nodig hebt om een ja, bijna complete look te maken. Alleen de foundation en zo zit er dan niet bij, maar ja, dat zie je bijna nergens in een palet. Maar verder om een hele leuke ja, look te maken, zit er eigenlijk alles in. Dan het palet, het Most Regret palet. Dus waar je het meeste spijt van hebt. En dat is voor mij toch wel het Catrice paletje van de Limited Edition Hip Trip. Het is een palet met matte oogschaduws. Maar ja, zoals ik inmiddels van Catrice gewend ben, heeft Catrice gewoon eigenlijk niet zulke hele goede matte oogschaduws. Ze zijn heel erg poederig. Ze blijven niet zitten, met of zonder primer, maakt niet uit, ze blijven gewoon niet zitten. En je ziet de kleur gewoon totaal niet terug op de ogen. De enige kleur die ik dan gebruik is, ja, is de highlighter eruit. Dat is wel een mooie matte highlighter en ja, is gewoon heel subtiel. Zie je niet heel goed, maar ja, net gewoon voldoende. En daarom gebruik ik die eigenlijk als enige uit het palet. Het palet met de best color names. Nou, dat was even zoeken voor mij. Want de meeste paletten die ik heb, hebben ja, gewoon de doodnormale kleurennamen. En toen kwam ik toch een palet tegen van MUA Makeup Academy. En deze kleuren hadden wel op zich wel grappige namen. Ik zal ze even opnoemen. Naked, Devotion, Shy, Fury, Lavish, Dreamy, Tranquil, of Tranquil, Exposed, Reveal... Wink, Obsessed en Corrupt. Sommige namen staan er niet helemaal goed op, dus ik hoop dat ik ze goed uit heb gesproken. Dan 7 alweer het Least Used palette, dus het minst gebruikte palette. En dat is voor mij een palette wat ik gekregen heb, of ja, gewonnen eigenlijk heb tijdens een winactie bij de Fitbox toen de tijd. En dat is het palette van Fashionista. De palet bevat 6 kleuren. Ik heb gewoon niet heel veel met de kleuren die erin zitten. En ik denk dat ik hem daarom ook gewoon nog niet zo heel veel heb gebruikt. Het zijn wel mooie kleuren en volgens mij is de pigmentatie ook wel goed. Maar ja, ik grijp er gewoon helemaal niet snel naar. Ik,
Ik weet niet goed waar het nou aan ligt. De laatste vraag alweer. De most used palette. Of most loved palette. Zoals je ziet in dit palet heb ik de kleur gewoon ontzettend vaak gebruikt. Het is niet echt ook een most loved palette. Maar het is wel echt een most used palette. En ik heb niet echt een meest geliefde palet. Ik gebruik gewoon heel veel verschillende paletten. En ik vind het altijd leuk om te variëren. En telkens een ander palet te pakken om daar weer een kleur uit te gebruiken. Ik gebruik dus niet echt vast één palet. Maar dit is wel echt het meest gebruikte palet. En dat waren mijn antwoorden op de vragen van de Palettech. De Perfect Palettech. Ik hoop dat je hem leuk vond. Ik wil je weer hartelijk bedanken voor het kijken. En vergeet niet een duimpje omhoog te doen wanneer je deze video leuk vond. Ik hoop dat je je abonneert op mijn YouTube kanaal. Dan blijf je altijd up-to-date van meer tags, tutorials, shoplogs en noem maar op. En ik zie jullie snel weer. Doei!